Een andere oplossing van de minister was om te zeggen van nou, als mensen dan zo regelmatig in problemen komen, dan is het misschien slim als ze een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Ja, dat begrijp ik. Dat kunnen ze niet betalen. Ik bedoel, het antwoord is heel simpel. Het zijn mensen die absoluut ieder dubbeltje moeten opkeren. Ze kunnen nu al niet de eigen bijdrage betalen. Ze kunnen dan ook zeker geen premie betalen voor een rechtsbijstandverzekering. Denkt u dat dit het aanzien van de Nederlandse rechtsstaat in het buitenland kan schaden? Ja. Ik denk dat het... Wanneer zijn we begonnen? Ik denk midden eind jaren 60. Toen is er een beweging begonnen die ertoe geleid heeft dat er dit stelsel is opgebouwd. Dat begon met een publicatie in Ars Equi. Een zwart boek over het feit dat de onderkant van de samenleving, een groot deel van de samenleving, de toegang tot de rechter niet kan vinden. Dat is opgebouwd. En nu komen we iets tekort en brullend dat het stelsel uit de hand loopt, omdat het een open eindfinanciering is, wordt er nu volledig afgebroken. En wat de minister niet zegt, en waar die kennelijk ook niet op wordt aangesproken, is dat er helemaal niks uit de hand loopt. Er is uitsluitend krimp. En wat er gebeurt is dat er echt gewoon gejokt wordt. Er wordt een probleem gemaakt terwijl dat probleem niet bestaat. En vanuit de problematische framing wordt er nu ingegrepen op een zodanige manier dat het stelsel kapot gaat. Het is al zo dat CDA en D66 gezegd hebben dat met deze plannen niet akkoord gegaan zal worden. Daarmee zijn die plannen onuitvoerbaar geworden. Ik denk dat de balie dat wel goed zich realiseert. Maar tegelijkertijd zal het zo zijn dat wanneer de balie wel overspoeld gaat worden door deze tamelijk onzinnige plannen, dan moet de balie harder gaan reageren. En dat zal ook gebeuren, naar mijn overtuiging. Wat kunnen ze nog doen? Ze kunnen heel veel doen. Zodra advocaten het werk neerleggen, dan wordt het een puinhoop. Met name op zittingen. Maar het is wel serieus overwegen waard om dat stelsel niet kapot te laten gaan. Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor die mensen. Ze werken net zo hard als wij als binnen de commerciële advocatuur gewerkt wordt. Ik hoop van harte dat die bevlogenheid blijft. En ik hoop van harte dat aan de onderkant er een verjonging plaats kan hebben. En het is een soort van plaatsvervangende schaamte die ik heb als het gaat om het beleid van de minister wat nu uitgestrooid dreigt te worden over deze mensen.